hebt misschien gezien dat ik zou gaan lezen, Matteüs 23. Als ik nou lid was van een charismatische gemeente, hè, we waren hier in een charismatische gemeente, dan zou ik tegen u zeggen, nou, de Heilige Geest zei tegen mij, kies alsjeblieft een andere passage. Maar het was mijn vrouw. Die zei, dat moet je niet doen. Matteüs 23, lastige, beetje zware tekst. En er is iets veel mooiers met u te delen. Ik wil het vanavond met u hebben over de gouden en de zilveren ketting. En ik ga u uiteraard uitleggen wat dat dan betekent. Maar daarvoor moeten we iets lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Dus als u meeleest, wilt u dan opzoeken Romeinen 8. Romeinen 8. En dan lees ik eerst vanaf vers 28 uit Romeinen 8. En dan gaan we nog iets lezen uit Romeinen 10. Romeinen 8, vers 28. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij, dat is dan Jezus, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Maar dan uit Romeinen 10... wil ik lezen vanaf vers 13, Romeinen 10 vanaf vers 13. En dat is dan de zilveren ketting. Want ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen. Vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover dan de gedeelte waarover we samen willen nadenken. Zalig zijn zij die het woord van God horen, maar het ook in hun hart bewaren en meenemen en overwegen. Vind ik nou zo bijzonder, de melodie die de organist gekozen heeft voor dit lied. Het staat heel anders in het liedboek. Ik heb altijd het gevoel dat het zo hoort. Op een of andere wijze kun je dat dan voluit zingen. En dat verdient dit lied. Nou, dat is alweer iets moois wat ik heb meegemaakt. Ja, zusters en broeders. We hebben het over de gouden en de zilveren ketting. Dat is iets wat me de laatste tijd nogal bezighoudt. Eigenlijk gaat dat over een
conflicten in onze kerkgeschiedenis. En dat is helemaal niet zo'n leuk onderwerp. Maar het gaat over een strijd. Ja, ik haal er maar iets uit. Maar in de 18e eeuw had je twee Engelse theologen. Waren eigenlijk goede vrienden van elkaar. Maar ze waren op één punt verdeeld. Hoe zit dat nou? Ben ik nou gelovig geworden omdat ik uitverkoren ben? Of ben ik uitverkoren omdat ik gelovig geworden ben? Wat is nou de volgorde? En dan zult u misschien, en dat zeggen veel mensen in onze tijd, ja, jongen, waar gaat dat nou over? Is dat nou wel zo belangrijk? Maar voor die twee was dat heel belangrijk, want het betekende twee totaal verschillende manieren van leven. Twee verschillende manieren van christelijk leven. En we hebben de briefwisseling van die twee. Die ene heette trouwens John Wesley, vader van de Methodistenkerk en indirect van de Arminianen. En die andere heette George Whitfield, evangelist die in Philadelphia de eerste gemeente stichtte, hè, dus in Amerika in de koloniën toen. Maar die hebben een correspondentie met elkaar gehad, steeds over die vraag, wat heeft nou voorrang? Romeinen 8 met die gouden ketting of Romeinen 10 met die zilveren ketting? En je hebt het ook in andere gedeelten. Kunt u zich nog het gesprek van de Heer Jezus met Nicodemus herinneren? Weet u dat nog? Johannes 3. Ja, Nicodemus die in de nacht bij de Heer Jezus komt en zegt, u bent een grote leraar. En Jezus die confronteert hem meteen met de kernzaken. Die zegt, tenzij u opnieuw geboren wordt uit water en geest, kunt u het koninkrijk niet zien. En dan gaan al die deuren van de kennis van die Nicodemus helemaal dicht. Dat is een hele andere weg dan hij gedacht had. Je moet van boven geboren worden. Of wedergeboren worden. En hij snapt het niet. En dan komt er een heel gesprek. Zo begint dat gesprek. En het tweede deel van dat gesprek, dat vond John Wesley dan weer belangrijk. Whitfield die was erg gecharmeerd van dat eerste deel, maar Wesley die was gecharmeerd van het tweede deel. Want daar werd een vergelijking gemaakt tussen geloven in Jezus en de koperen slang. Het volk wordt gebeten door gifslangen en als ze nou opkijken naar de koperen slang die Mozes heeft opgericht, dan zullen ze genezen worden. Dat is een daad van geloof. En dat moet je zelf doen. Kan niemand voor je doen. En God doet het ook niet. Dat moet jij doen. Opkijken naar de koperen slang en dan pas krijg je genezing. Nou, dat vond Wesley dus belangrijk. Dat jij vrijelijk kiest voor het evangelie. Dat God je dat aanreikt en dat jij ja zegt. Een soort van liefdesverklaring van zijn kant waarop wij antwoord kunnen geven. Wesley die dacht, ja, daar draait het om. Hè? Dat wij onze vrijheid gebruiken om God antwoord te geven. Maar dat heeft gevolgen, zo'n gedachte. Er bestaan geen losse theologische gedachten. Er zijn geen losse brokjes catechismus. Er zijn geen losse teksten in de Bijbel. Het is altijd een vlechtwerk. En het ene leidt tot het andere. En als één zaak valt, dan neemt hij in zijn val heel veel andere dingen mee. Net als een reeks domino-stenen. Toen Wesley eenmaal gezegd had van kijk, dat is zoals God met ons omgaat. Hij biedt het aan. Gratis en voor niks. Dit is mijn genade. Neem het aan of verwerp het. Je hebt die keuze. Jij mag die keuze maken. Ja, als je zo begint in je vlechtwerk, dan gaat dat op die manier ook door. Dus werd Wesley de grote theoloog van de levensheiliging, van de heiliging. Je moet je hele leven door blijven kiezen. Gehoorzaam ik Gods gebod of niet? Elke dag weer opnieuw. Heb ik die keuze te maken. En ik moet daarin groeien en steeds beter worden. En steeds scherper en nauwkeuriger voor Gods heiligheid kiezen. En als ik dat nou een keer niet doe. En ik hou ermee op. En ik geef die levenswandel helemaal op. Ja, dan kan God mij ook niet het eeuwige heil meer schenken. Dan heb ik daar afstand van gedaan. Dus Wesley die leerde dat je van je geloof kon vallen en dan was je ook je behoud kwijt. Ja, heel logisch. Als je begint met geloven, dat is mijn daad, is mijn keuze. Ja, dan wordt de rest van je leven als christen ook mijn daad, mijn keuze. En daar zitten wel gevolgen aan vast, maar ik doe het. Het wordt niet voor me gedaan. Kom nou, ik ben geen zuigeling. Ik ben een mondige, volwassen christen. Ik mag keuzes maken. Dat was Wesley's idee. Een Whitfield, die vriend van hem, die schrok daarvan. Want die zei, het zal toch niet zo zijn dat ik straks in de moeilijkheden kom, dat mijn geest wat verduisterd wordt en dat ik afstand doe van mijn heil en dat God me dan laat vallen. Het zal me toch niet gebeuren.
zal me toch niet gebeuren dat ik elke dag mijn best moet doen om dat vast te houden. Als ik even niet oplet, dan valt het tussen mijn vingers door op de grond. En dat komt nooit meer terug. Whitfield die zei, kom nou, kijk nou eens naar Romeinen 8. Zo schrijft hij. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, dat zijn wij, dat bent u en ik. De Heere God heeft ons van tevoren gekend. Voor wat dan? Nou, Efeze 1 zegt van voor de schepping van de wereld. Kijk, zegt Whitfield, daar heb ik houvast aan. God die kende mij al voordat hij aan de schepping begon. En toen had hij mij al op het oog. Zeg precies wat we gezongen hebben. Eer ik nog was geboren, eer Gods hand die alles schiep, iets uit niet tot aanzijn riep, dus voor de schepping, heeft zijn liefde mij verkoren. Misschien wist u het niet, maar u hebt al Romeinen 8 gezongen. U hebt al Whitfield's gedachtegang gezongen. Hij heeft ons al gezien en uitverkoren voordat de rest van de schepping er kwam. En die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is het doel. Waartoe heeft hij ons dan uitverkoren? Dat is in zijn gedachte geweest. Dat er mensen zouden zijn die gelijkvormig waren, niet identiek, maar gelijkvormig aan zijn zoon. In karakter, niet in macht, niet in de geschiedenis ervan, maar die in karakter daaraan gelijk zouden zijn. Die zijn karakter zouden hebben. Zijn vorm van liefde, zijn barmhartigheid voor andere mensen, maar ook zijn waarheidsgetrouwheid en zijn liefde voor God de Vader. Zo heeft God het bedoeld. En om dat voornemen nu uit te voeren, hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, tot dat hoge doel, die heeft hij ook geroepen. Niks keuze, niks vrije keuze voor het evangelie. Hij heeft ons geroepen en die roepstem die is niet te weerstaan. Dat doet hij. Hij roept ons en wat hij roept, dat is er. Als hij roept in Genesis 1, en roept hij tegen het licht, roept hij dag. Nou, dan is het een dag. God roepen is scheppend, maakt iets. Als hij ons geroepen heeft, dan zijn wij er ook zoals we behoren te zijn. Dan zijn wij dus gelovigen, christenen geworden. En die hij geroepen heeft, het geloof heeft geschonken, die heeft hij ook gerechtvaardigd door het geloof dat hij geeft. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, en daar zegt Paulus iets heel raars, dan zegt hij, die heeft hij ook verheerlijkt. Hij neemt alvast een voorschot op wat er nog komen zal. Kijk, dat is die gouden ketting. Dat is van tevoren kennen, de eerste schakel, dan bestemmen, een doel geven, de tweede schakel, roepen, derde schakel, rechtvaardigen, vierde schakel, verheerlijken, de vijfde schakel. De gouden ketting heeft 5 schakels. En dat is de ketting die George Whitfield wilde dragen. Daar wilde hij zich aan vasthouden. Want hij zegt, kijk, die gouden ketting is bestand tegen mijn fouten, mijn falen. Ook als ik het opgeef. Als ik deze God gewoon niet meer in mijn leven wil toelaten. Ik keer mijn rug naar hem toe met de gouden ketting. En die bewaart en beschermt mij. En zo schrijft hij aan zijn vriend John Wesley. Hoe kun je dat nou zeggen dat het van mij afhangt? Wee mij als het van mij zou afhangen. En niet van de God die roept. Niet van de God die rechtvaardigt. Niet van de God die mij al heeft verkoren voordat er een schepping was. Als het niet van hem afhangt, hoe onzeker, hoe onhelder is het dan? En Wesley antwoordt natuurlijk. Wesley zat niet om argumenten verlegen. Die zei, ja, maar het is toch juist de majesteit van God dat hij ons vrijlaat. Is dat niet het risico wat God neemt met de schepping? Hoe kan je nou liefde vragen van schepselen als dat bijna verplicht is? Als dat voortvloeit uit die aardverkiezing? Dat zou wel raar zijn, hè? Dat je eerst vaststelt dat je met iemand trouwt en dat je dan zeg maar zegt van, en daar moet dan de liefde uit geboren worden. Het is toch omgekeerd? Eerst hebben wij die God lief en merken wij dat hij ons lief heeft en dan geven wij het antwoord. Zo hoort het toch te zijn. En wat een oneindige grootheid heeft deze God dat hij ons vrijlaat, dat hij jou en mij de keuze laat voor hem. Dat we in staat zijn om nee te zeggen tegen hem. Hey, dat is echte liefde. Want die dwingt niet, die forceert niets, maar die laat mij vrij om op hem te antwoorden. Natuurlijk zal hij verdrietig zijn als ik verkeerd kies, als ik tegen hem kies.
Misschien zitten daar ook gevolgen aan vast, maar hij laat mij vrij. Dat is de majesteit van God. Nee, nee, zegt Whitfield. Dat is niet Gods majesteit. Daar heb ik geen houvast aan. Dat is niet goud. Dat is voor hem helemaal niks. Kijk, als u zich daar iets van kunt voorstellen, misschien dat u in uw jeugd er wel eens over gehoord hebt. De catechisme spreekt er ook over. Hebben wij nou vrije wil om voor God te kiezen, ja of nee? Heel vaak in evangelieprediking hoor ik mensen dat zeggen. Je moet kiezen, je moet je hart geven aan Jezus, je moet kiezen. Dat is de taal van Wesley. En die zou dus kunnen leiden tot die houding van, ja, maar dan moet je het ook vasthouden, dat moet je zelf doen. En ja, de Heilige Geest zal je wel een handje helpen, maar dat is jouw verantwoordelijkheid. Elke dag zoveel mogelijk als een heilige te leven, dat moet je zelf doen. Je hebt toch vrijelijk gekozen, dan moet je ook elke dag die keuze bevestigen. Je bent nu eenmaal getrouwd, heb je voor gekozen, dan moet je elke dag dat waarmaken. Kun je niet plotseling doen alsof je niet getrouwd bent. Zo redeneert Wesley daarover. Wesley beroept zich in die brieven op Romeinen 10. En die zegt, daar staat het toch hartstikke duidelijk. Wanneer wordt iemand nou behouden? Ja, als hij de naam van de Heer aanroept. Als hij zegt, Heere, kom mijn onvermogen te hulp, red mij. Dat is de grondslag van behoud. Dat wij hem aanroepen, niet dat hij ons roept. En dat wij hem aanroepen in onze nood. In de dag van de nood zal ik uw gebed verhoren, zegt de psalmist. En dan zegt Paulus, ja, hoe kan dat nou? Want hoe kunnen we die God nou aanroepen? Ja, dan zullen we in hem moeten geloven. Dat is de voorwaarde daarvan, moet je eerst geloven. En waar komt dat nou vandaan? Ja, dan zul je toch eerst het evangelie gehoord moeten hebben, begrepen moeten hebben. Ik kan toch niet iets geloven wat ik niet begrijp of niet gehoord heb, dat bestaat niet. Ja, maar als je dat gehoord moet hebben, dan moet er toch iemand zijn die het laat horen, die het predikt. Er moet dus iemand zijn die zich als een gezondene ziet om dat evangelie door te geven. In principe trouwens bent u dat net zo goed als ik, hè? Dat is geen verschil. U bent net zo goed als ik geroepen om dat evangelie te verkondigen. Denkt u nou maar niet dat u er vanaf bent omdat u een predikant aanstelt. Die dat in zijn taakomschrijving heeft. Nee, we hebben het allemaal in onze taakomschrijving. Om op de wijze waarop we dat kunnen te getuigen en dit evangelie te prediken. Leest u Matthäus 25 maar erop na. Of pardon, Matthäus 28. Hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Dus er moet iemand zijn die predikt. Ja, maar hoe zullen zij prediken als ze niet gezonden worden? De prediking is niet op eigen gezag, op eigen houtje. Laat ik de mensen in de wereld eens iets vertellen wat ik belangrijk vind. Dat is het helemaal niet. Zodra iemand de indruk wekt dat hij een evangelie verkondigt wat hij zelf zo'n beetje bij elkaar gefabriceerd heeft. Nou, berg je dan maar. Dan gaat het niet over het evangelie van Jezus Christus. Dan is het een mooie Khalil Gibran scheurkalenderachtige evangelie. Waar je eigenlijk uiteindelijk niks aan hebt. Wat even een roes geeft van mooie woorden. Maar wat geen houvast geeft voor de echte dagelijkse realiteit. Kijk, zegt Wesley dan. Zo werkt het dus. God stuurt predikers. En die verkondigen dat woord. Zodat iedereen het horen kan en wie het hoort. Ja, die zal dat kunnen aannemen in geloof. En dan kan die roep ontstaan. Roep richting God. Heer, kom mij nou tegemoet. Red mij nou. Dat is de zilveren ketting van John Wesley. Dat is ook een ketting. Ook een heel belangrijk gegeven in het christelijk leven. Zeker. Wie kan zeggen dat hij tot geloof is gekomen als het evangelie hem niet bereikt heeft? Als iemand er niet ook persoonlijk voor instond en met zijn leven liet zien dat het hem of haar ernst was. Een vader of een moeder, grote ouders, familieleden. Ja, misschien zelfs mensen in de gemeente. Misschien zelfs de predikant. Maar in de eerste instantie toch die familie en ouders. Het is waar, Wesley heeft gelijk. En het is helemaal het tegendeel van wat George Whitefield zei. En het is waar, George Whitefield heeft gelijk. En nou zitten wij met de gebakken peren en een probleem. Ze hebben alle twee gelijk. De ene zegt terecht, kijk eens naar Romeinen 10. En kijk eens naar het tweede deel van Johannes 3. Dat is wat geloven is. Een keuze maken, een beslissing nemen uit liefde voor een God die dat aan jou aanbiedt. En dan misschien een leven vol met inspanning om jezelf te heiligen. Dat is Wesley.
Whitfield, het is toch prachtig wat Whitfield zegt. Ja, maar dat kan toch niet als God jou niet geroepen heeft. Als God jou die kracht niet geeft. Paulus die zegt in Efeze 2, wij zijn dood in misdaden en zonden. Morsdood. Er is niets van leven in ons waar God iets mee kan. Helemaal niets. Dan kun je zeggen, nou, we hebben toch wel goede bedoelingen en we doen toch ons best. Voor God is dat van nul en geen allerlei waarde. Het heeft namelijk niks met Christus te maken. Het staat helemaal buiten de perfectie van Christus. Het is allemaal prachtige inspanning van de natuurlijke mens. God heeft er niets aan. Voor ons is het mooi. We hebben roem met elkaar als iemand op die manier goed leeft. Bij God betekent het helemaal niets. Ik zou hier wel een veelbetekenende pauze willen laten vallen, dat tot u doordringt. Hoe belangrijk dat is. Tegenover God zijn dat dode werken, legt Paulus uit. Dus daar kun je niet op beroepen. Je kunt niet zeggen, nou ja, we hebben toch nog wel iets God aan te bieden. Nee, bij Whitfield niet. Bij Wesley trouwens ook niet, maar vooral bij Whitfield niet. God heeft ons geroepen, uitverkoren, van tevoren gezien. En heeft ons als het ware in de kladden gepakt. Heeft ons bij ons jasje gepakt. En heeft gezegd van nou wil ik jou tot een kind van mij maken. Het is een adoptie die je overkomt. Omdat je een pasgeboren baby bent. Die wedergeboorte, dat beeld van die geboorte betekent, ik kan er niks aan doen. Ik heb er niks aan bijgedragen dat ik een christen ben. Dat geloof, ga maar eens na bij jezelf. Waar je geloof ontstaan is. Hebben wij dan dat moment, hebt u dan dat moment dat u zei, nou, ik heb nog eens nagedacht. Ik heb het evangelie nog eens overwogen, wat ik zondag hoorde. Weet je wat, laat ik het maar doen. Is dat zo bij u gegaan? Mag u me straks bij de uitgang vertellen als dat zo is. Zou me verbazen als dat zo is. Is het niet eerder zo dat u een geschiedenis meemaakte? Misschien kort. Misschien van hele lange duur. Bij mij was het heel kort. En dat u in één klap voelde van hier gebeurt iets met mij. Hier gebeurt iets met mij wat mijn leven zal veranderen. Ik word er echt niet zoveel beter van, want ik worstel nog, ik spartel tegen. Maar mijn leven is niet meer hetzelfde. En ik heb een liefde ervaren. Ik heb een God gezien heel even. Over hem gehoord en dat is me helder geworden. En nou kan mijn leven niet meer hetzelfde zijn. Ik kan niet meer zonder die God leven. Ik kan wel doen alsof. Net als Jona wegvluchten. Helemaal naar Spanje vluchten. En dan komt hij me nog tegemoet. Dan grijpt hij me nog in mijn plannen. Is dat de ervaring die we hebben? Of dat we misschien wel helemaal niet zulke geweldige christelijke levens leiden. Dat we misschien maandenlang of jarenlang buiten die God, buiten dat evangelie om geleefd hebben. Pas later weer die aansluiting hebben gevonden. Is het dan niet troostrijker wat Whitfield ons vertelt? Van ja, maar wij zijn door God de Vader aan zijn Zoon gegeven. En niemand zal ze rukken uit mijn hand, zegt de Heer Jezus in het Johannes evangelie. Niemand zal ze rukken uit mijn hand. Romeinen 8 eindigt Paulus dat hoofdstuk met die geweldige woorden. Ik ben ervan overtuigd dat, dat komt erop neer, niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Nou, ook ikzelf niet. Ook ikzelf niet. Ik kan mijzelf niet losmaken van de liefde van God in Christus Jezus, mijn Heer. En dat is taal van Whitfield. Dat is taal van die uitverkiezing. De hele kerk scheurde over die kwesties, want Calvijn had die grondslag gelegd en Whitfield was een van degenen die dat voortzette. En het zit in de artikelen van de geloofsbelijdenis, zoals wij die nog steeds hebben in onze geschriften. Heel belangrijk punt, God heeft ons uitverkoren. Tegenover bijvoorbeeld doopsgezinden en andere groepen die het altijd maar over die vrije keuze hadden. En vandaar dat wij de kinderdoop verdedigden tegenover de volwassen doop. Volwassen doop was gebaseerd op het idee, mensen kiezen vrijelijk. Kinderdoop op het idee, nee, God komt ons tegemoet, want we kunnen niet uit onszelf kiezen. En daarom mag dat kind alvast in de lichtkring van de genade van het verbond staan. Scheiding dus in die kerk, scheiding tussen mensen. En toch was er vriendschap tussen Whitfield en John Wesley een hele leven lang. Terwijl ze zeiden, in een van de laatste brieven, ik geloof dat ze echt tientallen brieven hebben geschreven over dit onderwerp. In een van de laatste brieven van Wesley is, ik ben blij, broeder George,
dat we de zaak nu kunnen laten rusten, omdat wij als band er uiteindelijk nooit helemaal uit zullen komen. We kunnen dat niet met elkaar verzoenen. Ik begrijp heel goed de verwarring van Nicodemus, die eerst hoort: je kunt er niks aan doen, je moet van boven opnieuw geboren worden. Oké, heer. Dus ik kan niks doen. Dus ik moet maar wachten tot u wat doet. En daarna zegt diezelfde heer, bijna in hetzelfde betoog: ja, je moet gaan geloven in de Zoon die God gegeven heeft. Net zoals het volk moest geloven en kijken naar die koperen slang die opgericht werd in de woestijn. Ja, maar heer, dat is toch heel anders? Dat is toch heel anders dan dat ik moet wachten tot u komt en u mij roept en u mij rechtvaardigt en u mij verheerlijkt enzovoort. Maar de heer zegt het in één adem, in één hoofdstuk. Ik weet maar één oplossing. En ik leg u die maar voor. En misschien zit ik er helemaal naast. Misschien moet je wel kiezen. Misschien moet je wel kiezen voor Whitfield tegen Wesley. Laten we maar eens even ferm zijn. Maar daar hebben we onvoldoende basis voor. Of laten we ferm zijn en met John Wesley meegaan richting Arminianen. Nou, richting Remonstranten had ik moeten zeggen. Richting Remonstranten. Daar ging dus ook de strijd in de synode hier over, hè, 17e eeuw. Over diezelfde kwesties. Was er vrije wil, ja of nee? Remonstranten zeiden ja, want we moeten kiezen voor het evangelie. Komt er remonstranten, dat zijn wij. Wij zeiden nee, God verkiest ons. Maakt zo het verschil. Nou, mijn oplossing. Kent u dat lied, ik zie een poort wijd openstaan? Dat is die poort waar je als ongelovige naar kijkt, er staat op, je moet geloven. Prediking van Paulus. God verkondigt nu met voorbijzien van de tijden der onwetendheid aan alle mensen overal. Dat zij zich moeten bekeren. Dat is een opdracht, een uitdaging, een uitnodiging, maar een strenge uitnodiging. Omdat hij een dag bepaald heeft, gaat de tekst verder, omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Er komt een oordeel aan. Maar nu krijg je nog de kans om voor de genade te kiezen. Nou, waartoe hij het bewijs geleverd heeft door de opstanding uit de doden van Jezus Christus. Dat staat er op die poort. Je kunt je rug toekeren naar die poort, dat denk je bij jezelf. Of je kunt er naartoe lopen en op een of andere manier, als u hier bent, neem ik aan dat u door die poort bent gegaan. Dat u belijdenis hebt afgelegd. Of in ieder geval in uw leven de Heer Jezus belijdt, dat u deelneemt aan het avondmaal. Dat u zichzelf ziet als een christen. Dat u bidt, dat u Gods woord leest. En dat u op uw eigen manier, op uw eigen plaats, dat evangelie ook verkondigt. Dat neem ik allemaal van u aan. U bent door die poort heen gegaan. De poort die zegt, je moet geloven. Dat is uw daad, niet waar? Dat is uw vrijheid geweest. Uw daad uit liefde. Uw vrije keuze uit liefde voor die God die achter die poort te vinden is. Waar u, die van u vraagt door die poort heen te gaan. En dan komt u in dat christelijk leven terecht. En dan vergeet u die poort. Dat zou ik ook doen. Ga je niet meer over nadenken. Je bent vol van dat leven wat je nu krijgt. En stel nou eens dat u zich kon omdraaien. Stel nou eens dat u dat nu doet. En de achterkant van die poort is bekijkt. En kijkt wat daarop geschreven staat. Nou, daarop staat geschreven: ik heb jou gekend van voor de grondlegging van de wereld. Dat is mooi, hè? Op de heenweg denken we, wij doen het zelf. Tweede deel van Johannes 3, Romeinen 10. Geloof is uit het gehoor. Het gehoor is door het woord Gods. Wij zijn door de poort heen gegaan. Dat hebben we toch maar mooi gedaan. En zeker, het is een daad van liefde die ons wordt toegerekend. Het is de maatstaf van alles wat we doen en nalaten in ons leven. Of we in hem geloven, hem trouw zijn, bij hem willen horen. Bij die Heer die gekruisigd werd. Die in deze wereld geminacht wordt. En dat is de reden dat het zo kostbaar is voor God dat u voor hem kiest. Dat is de poort aan deze kant. Dan bent u daar eenmaal doorheen en dan kijkt u terug en dan zegt u, oh, daarom. Daarom kon ik er doorheen gaan. Dat is wat mij getrokken heeft. Dit is niet een God die dat aan mij heeft overgelaten. Het is een God die mij al van eeuwigheid af gezien en gewild en lief gehad heeft. Kijk, dat is een ander soort van leven wat dan ontstaat. Whitfield die schrijven kan en ik hoop dat dat bij u in uw hart ook mee resoneert. Dat het in mijn leven slecht gaat. Als ik lang niet meer zo heilig ben als God van mij vraagt.
als de geboden van God geen betekenis voor mij hebben, wat is dan mijn troost nog? Ik zou me niet moeten schamen. Ik zou mijn leven onmiddellijk moeten beteren. Ik zou op mijn knieën moeten gaan onder tranen, onder geween en tegenover die God zeggen, ik heb gefaald. Het was mijn opdracht, maar ik heb gefaald. En dan zegt Whitfield, nee. Dan weet ik mij geborgen in die onvoorwaardelijke liefde van God, die met die schepping niet eens wat te maken heeft, want hij ging eraan vooraf. Daar kan ik werkelijk in rusten. Wij hebben die rust in het werk, in de persoon van de Heer Jezus Christus, in wie wij zijn uitverkoren. Met de bedoeling om hem gelijkvormig te zijn. God werkt wel aan ons. Dan kun je zelf geen agenda vol mee krabbelen om te zien of je dat dag na dag misschien wat beter kunt. Wij worden elke dag een beetje veranderd. We kunnen het tegenwerken, maar wij worden van elke dag, van dag tot dag, steeds een beetje veranderd. Steeds meer lijkend in karakter op die Heer die ons gered heeft. Zo doet God het gewoon. Je kunt tegenspartelen en dan geniet je er niet meer van. Je kunt buiten die gemeenschap met God gaan staan. En dan ervaar je het niet meer. Dan is je enthousiasme weg. Dan jubelt het niet. Zoals het orgel jubelde toen we dat lied zongen. Maar het is er nog wel. En dat was Whitfield's troost. En daarom denk ik dat Whitfield toch een beetje meer gelijk heeft dan John Wesley. Er zijn kerken, er zijn mensen, ook in onze PKN, die helaas, denk ik, een soort van tik van Wesley hebben meegekregen. Weet u, een van de meest trieste dingen die ik heb meegemaakt, ik heb nu geen gemeente meer, ik kan dat nu vrijelijk zeggen, denk ik, maar dat was in een van de gemeenten die ik gediend heb, een vrouw, die was in de 80. En ik vroeg haar naar haar geloofsleven, hoe ze dat beleefd had. Want die leeftijd, als kind gedoopt en trouw naar de kerk geweest. Belijdenis gedaan op haar 18e. Kinderen in geloof opgevoed. Of ze ook iets van de vreugde van dat geloof had meegemaakt. Want het zag er zo somber uit. Toen vertelde ze mij dat ze op de 25e in haar huwelijk een kind verloren had. En dat ze God in haar gedachten vaarwel had gezegd, dat ze God vervloekt had, dat hij dat kind had genomen. Dat ze vanaf dat moment zeker wist dat die God haar niet meer in de hemel, in de heerlijkheid zou toelaten. Dat is toch een belediging voor hem die hij niet onbestraft kan laten. En nu was ze 84. Van 25 tot 84, als ik snel tel, 59 jaar. Had ze dat met zich meegedragen. Alle vreugde weg. God zal mij verdoemen. Als ik straks sterf, kom ik niet. Waar ik zijn wil en waar hij me eerst beloofd heeft dat ik zijn zou. Ik heb het verspeeld. Dat was de eerste keer dat ik als predikant dat meemaakte. De eerste keer dat ik eigenlijk over deze kwestie sprak. Ik heb toen Wesley en Whitfield niet genoemd. Dat hoefde niet. Maar over het onvoorwaardelijke van Gods liefde voor ons. Eenmaal in de handen van de Heer Jezus gelegd, ben je voor eeuwig zeker van je behoud. En dat is niet iets om makkelijk over te denken of er makkelijk mee te leven. Dat is iets wat juist ons elke dag verplicht om dienovereenkomstig te leven. Om te leven met het inzicht. Zo oneindig diep heeft God mij lief gehad. En daar dan antwoord op te willen geven. Niet zoals Wesley, uit angst dat je het kwijtraakt. Maar zoals Whitfield, uit verbaasde bewondering voor een God die zo ver gaat, dat hij jou helemaal op het droge trekt, zonder tegenprestatie. Dat hij jou een nieuw leven geeft, zonder dat je er zelf aan wat moet doen. En dat hij dat nieuwe leven in jou, dat hij dat wil koesteren en wil laten groeien, opdat je ooit gelijkvormig zult zijn aan zijn Zoon. En dat is het voorwerp van Gods liefde. Daar wil hij ons bij invoegen. Dat een God die tegen ons zegt, kijk nou eens naar hem. Kijk nou eens wie hij is. Zie je hem nou in zijn leven op aarde. Dat hij dwars door alle weerstand heen en spot heen en moeite heen die liefde voor die mensen heeft opgebracht en heeft blijven opbrengen. Zie nou eens hoe hij met mensen altijd is omgegaan, vol liefde en barmhartigheid. Ook al waren ze nog zo vijandig tegen hem.
Zie nou eens hoe hij de waarheid sprak, zelfs als een kleine leugen hem zou kunnen redden. Zie hem nou, onderweg naar Golgotha, in volste en diepste gehoorzaamheid aan de weg die de Vader voorschreef. Uit liefde voor jou en voor mij. Zie hem nou. Dat is wat die Vader wil. Dat is wat de Heilige Geest wil doen. Niks meer, geen spektakel, maar wijzen op hem. Het voorwerp van Gods liefde. Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Klinkt uit de hemel bij de doop van onze Heer Jezus. Dat is wat hij wil. En die Whitfield zit daar veel dichterbij. Bij die bewondering, bij die verbazing, bij die verrukking over wat God zomaar doet. En dat je dat mag vertellen aan anderen. God heeft jou lief, zo lief, dat hij zijn Zoon gaf voor je. En hij wil dat je door die poort heen gaat. Dat je later ontdekt dat hij jou van eeuwigheid af al heeft verkozen om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon. Romeinen 8 eindigt daarom met jubel. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Daar is alles mee gezegd. En daar kan het hele leven van vervuld zijn. Tot eer van zijn naam. Amen.